Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik allemaal op een dag eet. Dus een eetdagboekje filmen. Ik ga ongeveer rond de 1600 calorieën eten voor degenen die dat geïnteresseerd zijn, die calorieën tellen. Zoals jullie misschien de vorige video gezien hebben, die als het is voor jullie maandag live is gegaan, heb ik ontzettend veel boodschappen gehaald. Omdat het is een beetje omdat ik wat meer gevarieerder wil eten. Omdat ik best wel de neiging heb om dezelfde soorten receptjes en dezelfde soort maaltijden te pakken. Dus ik ga nu ook niet beginnen met een ijskoffie. Nee. Ik ga beginnen met yoghurt met appel en kaneel en rozijnen. Dus ik heb ontzettend veel zin in de snoek. Het is bijna 9:30. Maar ja, ik moet nog even de tractatie klaarmaken voor Logan. Want hij mag vandaag tracteren op school. En dan moest ik natuurlijk nog opruimen. Kinderen naar school brengen, woordenzaak laten. Dus eerlijk dan op mijn gemakje kan ontbijten. Dat vind ik gewoon wel heel fijn als ik dat op mijn gemakje kan. Is die nou 9:30? Ik heb wel al een heel groot glas water op en geen koffie eigenlijk. Ga ik ook doen. Een beetje vroeg gezien dat ik pas om 9:30 een yoghurtje op heb. Want dus heb ik wel al een glas water achterover. Twee zelfs al. De derde staat daar klaar. En ga ik nu langzaam aan de lunch beginnen. Als het goed is, komt mijn vriend ook zo thuis. Dan doen we dat gezamenlijk. Het gaan 3 crackers worden met hummus, cottage cheese en zonvruchte tomaatjes. Dus het recept wat ik heb gevonden, dat er op zich lekker uitziet. Maar ik hou niet zo heel erg van cottage cheese. Tenminste. Dat weet ik dus niet meer. Dus ik denk, ik koop het gewoon en dan ga ik het gewoon weer proberen en kijken wel of het inderdaad lekker is. In ieder geval wel heel gezond. Maken ze daar ook niet slecht. Dus dat ga ik nu op eten. Ik heb dus eigenlijk mijn ochtendsnack overgeslagen omdat ik pas zo laat aan het ontbijt ging. Ik zal vast wel ergens vandaag genoeg honger krijgen om die erbij te pakken. Half 4 geweest. Oh, daar is die. Het is al later als ik ben, heb ik echt wel een beetje honger. Echt wel trek nu. Honger, is een beetje rust wordt. Vaak als het raar aan het denken, hoor ik dat gewoon. Maar het blijkt dus dat ons modem stuk is. Dus ik moest naar de stad om het modem te laten vervangen. Ik moest de kinderen ophalen. Ik moest nog een paar tijd een paar boodschapjes halen. Dus tadaa, 4:30. Een beetje jammer, maar ik ga nu lekker wat plakjes kipfilet eten met wat worteltjes. Als snack, want ja, eigenlijk hoef ik nu niet een hele grote snack meer te eten. Want over 2 uur is het alweer aan het avond eten. Dus. Het is vandaag niet de meest perfecte dag. Maar ja, daar zijn ze 9 van de 10 keer. Dus wel een realistische representatie van hoe een dag het eten bij eruit ziet.
bijna half negen al kindjes zijn gewassen. Die gaan lekker te slapen. Ik heb nog wat werk gedaan aan de computer. Ik zie net in mijn ooghoek dat ik nog de Toblerone blokken moet gaan versieren. Ik heb een printable gevonden op Pinterest. Die ik eventjes in Canva of PicMonkey eventjes ga customizen. En dat ik hier gewoon iets van lieve juf, fijne vakantie, liefst op mijn broek of zo, op ga plakken. Dus in ieder geval een leuke afsluiter hebben voor morgen als de laatste schooldag er is. Zoals jullie hebben kunnen zien hebben wij een soort van prijsstampeltachtig prijboeromelet met aardappels op. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Prijsschotel. Prut. Ja, dat was een beetje experimenteel. Aardappels waren niet helemaal lekker, maar de prei met ei wel. Die mag ik nog een keer maken, hoorde ik. Dus, maar ik heb nu wel weer een klein beetje trek. Dus ik denk dat ik even een peertje met wat ham ga eten. En dat wil ik het laatste zijn met vandaag. Peuzelen en dan ga ik hierbij ook gelijk de video afsluiten, want ja, meer rotte ga ik niet eten. Ik heb niet laten zien wat ik vandaag allemaal gedronken heb, maar het was eigenlijk alleen maar water en een kopje koffie. En ik heb dan dus één glas Saskia helder water op. Dat wil ik kunnen zien, dat staat onder het avondeten. Of eigenlijk net met de coca die van mijn vriend voor me ingeschonken. En er zit echt één calorie in of zo, meneer glas. Dus daarom laat ik het niet echt zien, want er zit niet echt calorie in. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een duimpje omhoog dat het zo was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie in de volgende. Doei!